Een duel tussen de nummers 5 en 19 van de keukenkampioen-divisie. Telstar, in theorie, zou nog wat omhoog kunnen kruipen, maar moet het wel winnen en dat is lastig gebleken. Een verloren seizoen, maar voor Roda niet en zeker niet voor Patrick Pflücke. Wat een wereldgoal. De 1-0. Pure schoonheid. En Roda op voorsprong op weg naar de play-offs. Dat doel is bereikt. Maar ja, wel met een fijne vorm natuurlijk. En dat gaat niet lukken als 4 minuten na die wonderschone treffer van Pflücke, Giovanni, de huurling van Jong Ajax, zijn eerste Telstar goal kan maken. Volgende kans, minuut 23. De bal blijft hangen, niet goed verwerkt. En een schot van afstand, wat er niet ingaat. Maar Telstar dringt wel aan. De ploeg van Andries Jonker wil dat verloren seizoen toch nog mooi maken. Blackson, die bal lijkt toch uit. Hij mag door. En dan kan er geschoten gaan worden door Giovanni. Nummer 2 voor hem. In iets meer dan 10 minuten tijd. Ja, die bal lijkt toch echt achter te zijn. Maar goed, de scheidsrechter Van der Laan en zijn assistent scheidsrechter zien het niet. Dan dit moment. Begin tweede helft. Dit had de 1-3 moeten zijn voor een praktisch leeg doel. Kukcu zag gisteren nog zijn broer naar de finale van de Conference League gaan. Stevig duel. Verloren door invaller Van den Berg. Blackson drukt wel zijn stempel op deze wedstrijd, maar kan niet scoren. Telstar blijft op jacht met Kleiner Plet. Overtoom, goede bal en Kutsu niet. Maar uiteindelijk gaat hij er wel in na de redding van oud-Telstar-speler Rodi de Boer. Is het doelpunt daarvoor Anwar Ben Sabou. Zijn vierde van dit seizoen met nog een kwart wedstrijd te spelen. Lijkt Telstar toch die overwinning nog te gaan pakken in de laatste wedstrijd. Pflücke. Emmers. Dat is een beste bal van Emmers. En die bal gaat net naast Pflücke. Eerder dit seizoen werd het 3-4 in Velsen-Zuid. Nu toch ook alweer 4 doelpunten. Jonker heeft nog een aanbieding gekregen om langer te blijven van Pieter de Waard bij Telstar. De vraag is of hij daarop ingaat. Na dit verloren seizoen dat hij qua ranglijst een 1 heeft gegeven. Maar misschien dat het nog een 2 kan worden als Telstar hier wint van Roda. Wel een vrije trap voor Pflücke. Doorgekopt en dan is daar Guus Joppe. De verdediger maakt een kwartier voor tijd na de assist van Jensen. En die geeft daar het laatste zetje voordat Joppe eraan kan komen. Zijn tweede van dit seizoen. Dan kan het nog spannend worden in het Parkstad Limburg Stadion. Weer Pflücke genomineerd voor beste speler van dit seizoen. En hij geeft de bal aan Dylan Vente. De clubtopscorer met 22 doelpunten. Overigens is ook Bouchouari genomineerd als grootste talent van de keukenkampioen-divisie. Pflücke, Pflücke! Goeie redding van Doornbusch. Voorkomt de gelijkmaker, maar de ploeg van Streppel dringt wel aan. Dit is echt een goede generale voor de play-offs die komende midweek gaan beginnen. Pflücke, Emmers. En daar is Vente. Daar is Vente. En je voelt aan alles dat het dan een doelpunt gaat worden. Daar is nummer 23. Goede voorzet van Xian Emmers. En dan springt Vente ondanks de korte lengte toch vrij hoog. En is er nog tijd? En komt er ook een penalty? Een penalty voor Roda. Dit seizoen van Telstar dat al zo verloren leek. Ben Sabou krijgt geel voor klagen. Het is een makkelijk gegeven penalty door Van der Laan. Maar Pflücke gaat wel achter de bal staan en maakt nummer 14. De nummer 14 van Roda. Het is zijn beste seizoen voor Roda. Want vorig seizoen maakte hij er 13. En het is dus ook de 4-3. De winnende. Roda met een goed gevoel richting de play-offs. Of keeper mee naar voren, Doornbusch. Maar hij wil er niet in. En dan kan de 5-3 misschien ook nog wel vallen. Want de keeper van Telstar is uit zijn goal. Geduldig. Blijft Roda. Invaller Amissi. Het was ook te mooi geweest. Weer een 4-3 voor Roda tegen Telstar. Nu niet in Velsen-Zuid, maar in Kerkrade. Op naar de play-offs.